In 1926 kwamen er 20.262 schepen de Nieuwe Waterweg binnen. Dit record werd deze dagen gebroken door de komst van het 20.263ste schip van dit jaar. Twee schepen werden ongeveer dezelfde tijd bij Hoek van Holland binnengeloodst, namelijk een Nederlands kustvaardertje en een grote Zweed. Na een spannende race was het tenslotte de 200 ton metende kustvaarder Tiene die als eerste over de denkbeeldige finish ging, die dwars van de berghaven in Den Hoek over de waterweg was getrokken. Het 20.263ste schip was binnen. Een 29 jaar oud record was gebroken. Het Nederlandse scheepje koos ligplaats in de Rijnhaven in Rotterdam. Daar ontving de volgende morgen de vijfkoppige bemanning ter herinnering aan dit heugelijke feit enige geschenken. Voor kapitein Andries de Niet was het dubbelfeest, want hij vierde juist op deze dag zijn 28e verjaardag. Net als hij kreeg de zeeloods Kleiwecht een zilveren tafelaansteker ten geschenke. Zo werd een trots record gevierd in de geschiedenis van het belangrijkste havengebied van het continent.